Beste mensen, ik ben 3 weken geleden ben ik naar het Amsterdam Dance Event geweest. We hadden VIP-kaart voor Nicky Romero in de Melkweg. Was gruwelijk. Daarna zijn we, een paar dagen later, zijn we naar de Arena geweest. 40.000 man, Tiësto was echt episch. Je gaat voorbij zien komen in deze video. Dit feest gaf me ook, dit Dance Event gaf me heel veel hoop. Heel veel persoonlijke hoop. En maar daar op het eind van de video nog iets over. Eerst zal ik je even vertellen. Hoe de fuck kom ik nou weer uit VIP-kaarten voor de Melkweg? Een of andere Niels van de Pavert. Zeg ik goed je naam, Niels? Niels van de Pavert. Die volgt mij op Instagram en een beetje kletsen met elkaar in de DM. Op een gegeven moment zegt hij, heb je zin om misschien tijdens de Amsterdam Dance Event langs te komen? Dan regel ik kaarten voor je, want wij organiseren een feest. Maar ik ken die hele Niels niet. Dus ik naar zijn Instagram, een beetje kijken wat hij doet. En ik zie allemaal dikke studio's. Maar blijkt nou is hij de eigenaar, de studio-eigenaar van Instigate Studio, zeg ik goed Niels. En dat is weer de studio van Nicky Romero. En die hebben dan weer samen Protocol Labels. Het is heel complex, man. Ik ben er naartoe geweest, de vlog volgt nog. De studio van Nicky Romero en Niels. Maar ik ken die hele gast dit. Dus hij zegt, heb je zin om langs te komen? Krijg je kaarten, VIP-kaarten? Want het feest van Nicky Romero is dan op woensdag. En dan mag je ook komen. Dus hij zei, oké, cool. Zo gaat dat. Gewoon in de Instagram DM. En hij zegt, Niels, hij zegt van, neem ook even 2 vrienden mee, want dat is wel gezellig, weet je. Dus ik, Thijs en Misha, mijn klasgenoten van vroeger, ik ken die gasten al 19 jaar. Zeg ik, kom jongens, we gaan naar Amsterdam, naar Damsco, we gaan feesten tijdens het Amsterdam Dance Event. Dus wij daarheen. Maar ja, ik dacht, ik moet wel iets meenemen voor die gozer, toch? Een kleine cadeautje, toch? Maar wat moet ik meenemen? Nou, Iris had een vet goed idee wat ik aan Niels kon geven. Check. Oolong thee? Oolong thee. Everyone is using drugs and alcohol. And then I'm there. With thai van deze thee. Hey, oolong thee. So, Kamali thee. Hey, jongens. Wil iemand nog Kamille thee? Maybe you give this one to him. For Niels? Ja. Thai van deze thee voor Niels. Ik ga naar het feest. Ga ik het aan hem geven, ja? Oké, dankjewel. Ze wil helemaal niet dat ik ga. Ze wil liever samen film kijken. Dag. Waarschijnlijk wordt dit een primeur, jongens. Taiwanese thee in de Melkweg. Is dat ooit wel eens daar binnen geweest? Zou je zien, kom ik daar zo meteen binnen bij de bewaking, word ik aangehouden. Wat is dit? Is dit drugs? Nee, dit is Taiwanese thee, oolong thee. Echt waar, van mijn meisje gekregen. Dat gelooft er niemand. Wij zijn in, ik weet niet meer hoe lang geleden zijn wij samen, want met jou ging ik altijd naar... Naar een gekke concert. Het gekste concert waar we geweest zijn, denk ik, is Sonata Arctica. Oh mijn god, gast. Hou op, schrijf uit. Hoezo zijn we erheen geweest? Was dat jouw idee? Nee, dat was van Joey, was dat. Weet je nog, Joey? Als je kijkt. Joey die vond dat helemaal fantastisch. Ja, dat is een soort Noorse metal band. Van die lange haren. Dat echt. Ja, maar dat doen eens. Was gewoon heel hoog zingen en zo was dat. Dat was zeg maar een soort Within Temptation, maar dan uit Noorwegen. Ja, we gaan nu feesten met Nicky Romero en een bakje thee. Eventjes wat anders. Ja. Eindelijk een parkeerplek gevonden trouwens. Zo redt dat. Het was 20 minuten geduurd. Hey, Mish. Ja. Ik lig meestal al op bed rond deze tijd, man. Jij dan? Ik heb er nu al 3 keer omgedraaid normaal gesproken. Ja, hè? Ja. Ik voel mijn bedje roepen. Hij zegt poele, poele, poele. Poele, 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 poele. Ja, dit is gewoon goede oude tijd. Dit is goede oude tijd, jongen. Beste mensen, moet je kijken, man. Het is toch insane. Het is woensdagavond, een doordeweekse dag. 12 uur in de nacht. Amsterdam. Het is gewoon alsof het overdag is. Zo druk, man. Ongelooflijk zoveel mensen. Ze zaten gewoon op het terras. Wie gaat nou om 12 uur 's avonds op het terras zitten? Jongen, jongen. De wereld is officieel naar de kloten. Dus we komen er aan bij de Melkweg en we stapelen toch een rij, jongen. Holy cow. Maar gelukkig hadden wij VIP-kaarten. Dus we hadden een aparte rij. Lach, jongen. Ik kom daar aan met mijn kaartje, met mijn VIP-kaart. Zegt de kerel die bewaker van, hey, dit is de VIP-lane, hè? Zeg, ja, dat weet ik. Hij zo, ja, heb je een kaartje dan? Zeg, ja. Ik zal laat dan zien. Jezus. Alsof ik er zo skeer uitzie. Anyway, die Niels had het goed geregeld, jongen. We kregen allemaal bandjes om, allemaal konden overal doorlopen. Er kwam zelfs een meisje met ons mee die ons de weg wees naar de VIP-ruimte. En dat was handig, want kijk, hier kwam ik door de bewaking heen. Gewoon met mijn Taiwanese thee, hè, want ik was bang dat ze die gingen afpakken. Kijk, kijk, hoppa! Ik heb de thee meegekregen. Wow.
En hier werden we door onze begeleiding naar boven geleid, naar de VIP-ruimte. In de Melkweg is dat zeg maar net als in een Romeins Colosseum. Zo kan je van bovenaf naar de mensen kijken. Kijk, zo. Ja, het is wel echt vet daar zo staan, maar beste mensen, weet je, ik mis wat, hè. Ik wil gewoon tussen de mensen staan, hè. Dat is echt de echte sfeer, hè. Dus ik naar beneden met de jongens, zeg, jongens, Nicky Romero komt zo, die wil ik echt zien. Later naar beneden gaan. Ik sta daar nog met mijn Taiwanese thee. Ik had Niels nog niet gezien, dus die moest ik nog overhandigen. Maar anyway, Nicky Romero kwam en ik zeg tegen Michel, mag ik even op je nek zitten? Dan kan ik ook een keertje wat zien. Kijk, Hey, ben je tevreden, jongen? Ik ben zeker tevreden. Kijk, vind je het leuk? Ik vind het gruwelijk. Ja? Nou, hij vindt echt wat. Dus ik heb wel een beetje de verwachtingen waargemaakt. Ja, zeker. Ja? Wat meer voor jouzelf? Je bent de hele tijd mee bezig geweest, denk ik. Om het te organiseren. Ik heb er niet zo heel veel aan gedaan, hoor ik zeg. Dat moet je niet zeggen op camera, jongen. Kom, ik heb een cadeautje voor je. Echt? Voor de goede zorgen. Oh, wauw. Ik heb een cadeautje van mijn meisje meegenomen. Echt? Er wordt hier veel gedronken, waarschijnlijk. En ze zei, neem dit voor de jongen mee. Wauw, wat is het? Is het thee? Taiwanese thee. Oh, ja, dat heb ik gezien in vlogs. Oh, shit. Ik weet niet of je het drinkt. Ik drink wel veel thee, ja. De familie thuis of whatever. Wat vet, hè? Ja, vind je wat? Ja, dat vind ik echt super cool. Er zit een speciale bereiding in. Ja. Dat laat ik wel een keertje zien op een video of whatever. Ja, leuk. Of ik kom bij je langs. Nou, dat vind ik echt super tof. Ja? Ja, ik wil je danken, kerel. Ik vind het echt super leuk dat je er bent. Dankjewel, dankjewel. Ik hoop dat je het een beetje leuk vindt. Zeg, je vrienden zijn er ook, toch? Ja, ik ben ze nu helemaal kwijt. Hey, succes nog. Deze week. Dankjewel. En we spreken elkaar snel, ja? Sowieso. En kijk dan, die Niels zorgt voor alles. Had zelfs beademing voor me geregeld. Het zal het genoeg zijn. Lekker wel. Lekker. Moet je kijken, we staan weer in de Melkweg. Met Taiwanese thee. Iedereen aan de drugs. Wij aan de thee. Hoppa, jongen. Lang leven het leven. Asset, hè? Niels, jongen, ik dank je echt vriendelijk dat je me zo'n treatment gaf, VIP-treatment. Ook namens Misha en Thijs, dat die mee mochten. Echt super tof. En weet je, beste mensen, weet je wat zo leuk is van Niels, of interessant is van Niels, dat hij is daar gewoon aan het werken. Iedereen staat daar wel te feesten, maar hij is ook aan het netwerken. En de volgende dag om 8:30 of zo, Niels, had hij alweer de volgende afspraak. Terwijl het feest duurt tot 6 uur, 5 uur, 6 uur. Wij gingen om 4:30 al naar huis. Toen was deze kleine man wel een beetje moe. Moest ik weer aan mijn slangetje gaan liggen. Maar Niels, die ging dus de hele nacht door. En dan gelijk, pam, gelijk weer een meeting. Pff, wat een leven, man. Wat een leven. Dat was de Melkweg. Dan gaan we nu naar de Arena. Dat was echt sick, jongen. Luister, het zat zo, hè. Mijn oom, die had een tijdje geleden, stuurde me een appje. Hij zei, Purs, ik ga met wat vrienden naar de Amsterdam Dance Event in de Arena. Chesto, David Guetta, Koen, nou, hele rattenplan, al die grote namen, die komen daar. Ik heb nog een kaartje, heb je ze dan mee te gaan? Dacht ik, dat is wel een keer vet, hè? Want ik ben wel best wel wat bij dingetjes geweest, zoals de Melkweg, dat soort dance-events. Maar zo episch groot, in de Arena, met 40.000 man, dat heb ik nog nooit ervaren. En ik dacht, ja, dat is wel vet, hè? Daar wil ik wel een keertje bij zijn. Ga je mee? Kom, gaan we naar de Arena. Weet je waar ik trouwens mijn zwarte kleding overhaal? Mijn zwarte trui? Deze winkel. Dan koop ik altijd. Dan koop ik altijd mijn zwarte trui. Ja, ja. En? Ben je er klaar voor, jongen? Kunnen stompen. We gaan stompen ook echt. Stampen. Waar zijn die andere gekken? Ja, die gasten zijn hem. Wat? Die mogen niet. Ja. En waar is die andere? Die lopen daar ergens. Ja, daar. Waar? Ah! Kijk, zo vrolijk. Jullie zijn in mijn rij gestaan. Ja. Kijk, er staat daar. Ja. Alsof het een soort boef is. Ja. Is het ook. Is het ook. Is het ook. Ik had van tevoren helemaal geen research gedaan hoe groot het zou zijn, hoeveel mensen er zouden komen. Fucking Arena, weet je. Kom maar 3 mensen. Maar het was druk, jongen.
Het was gigantisch druk. 140 nationaliteiten, 40.000 man. Voor het eerst dat de arena een keer goed benut werd. Sorry, Ajax-liefhebbers, sorry. Maar je komt dus binnen, echt gruwelijk, man. Je loopt die arena in en je ziet dan die epische zaal met die keiharde EDM-music. Het is zo gruwelijk, man. Na een uur was de arena helemaal volgelopen en was de openingsact daar. En die openingsact was gruwelijk. Ik heb het heel karig gefilmd, excuses. Ik was helemaal flabbergasted. Maar ik zat hier op de rug van mijn oom te kijken. En, een klein stukje, je moet even een klein stukje kijken. Gruwelijk, jongen. Daarna kwam direct Chesto erin, keihard jongen. En mijn oom zei, gaat mijn nek, dat kan je het ook zien. Dus daar ging ik hoor, op de nek van mijn oom, Chesto kijken. Dus wat een energie komt daar los. En misschien zeg je van, Peus, ik hou niet van dancemuziek. Nou, beste mensen, je weet het hè, ik ben een enorme bluesliefhebber. Ik luister dit thuis ook niet heel erg veel, zeg maar. Ik speel mondharmonica. Maar die energie die loskomt van 40.000 man, die daar voor hun plezier is om een goede tijd te hebben, met 140 nationaliteiten, is insane. Het is bijna een spirituele ervaring. Echt geweldig. Nou, toen kreeg je de DJ top 100. Ging ze helemaal aftellen van 100 naar 1. Dat vond ik saai. Dat duurde lang, man. Kan mij het nou schelen? Ik heb het nooit zo op de beste lijstjes, weet je, dat soort dingetjes. Maar anyway, hier gingen ze aftellen. DJ nummer 3, 2, 1. En de winnaar was twee DJ's uit België. Ik kende ze niet eens. De mensen hier voor mij wel. Kijk, maar die waren helemaal blij. Ik had zoiets van, ik kende ze niet. Ken je Muddy Waters? Ken je Muddy Waters? Nou, gefeliciteerd allemaal. De beste mensen uit Nieuwegein. Maar toen ging het feest weer gelukkig weer verder. En lekker hard. Ik hou ervan. Hoe harder en sneller en hogere BPM, vind ik helemaal goed. Check. Hey!
wij stonden bijna vooraan de hele avond. En het eind van de avond, we gingen om 3:30 naar huis ongeveer, duurde de hele nacht door. Maar we liepen naar achter en dan zie je pas hoe episch groot het is, beste mensen. Kijk dan, wat een organisatie. 40.000 man, 140 nationaliteiten. Ziek, echt gruwelijk. Holy shit. Was vet, man. Het is nu 4:15. Ik ben aangekomen weer in Nieuwegein. En ik reed net op de A2 in mijn eentje. Ik reed naar huis hier. En ik dacht, hè. Ik heb een paar weken geleden, dat heb je gezien in de video, het nieuws gekregen van de artsen dat mijn longcapaciteit en mijn gezondheidsomstandigheden niet heel erg verbeterd zijn. Die zijn verslechterd helaas. En ik moet daarnaar leven. En dat was een enorme domper, hè, voor me. Je hebt het gezien, hè. Echt van, fuck, wat kan ik dan nog wel? En ik reed net naar huis en ik dacht van, what the fuck heb je deze week allemaal gedaan? Ik stond met Niels in de Melkweg met mijn vrienden. Net helemaal stuk gegaan in de arena. En weet je wat ik dat grappig vind? En ik wil je niet de moraalridder uithangen, maar ik gebruik geen drugs. Ik gebruik geen alcohol. Helemaal niks. Ik heb een cola en een water gedronken. Ik heb 15% longinhoud. Ik weeg 30 kilo. Nogmaals, geen moraalridder. Maar ik vind het interessant te zien dat er nog zoveel mogelijk is. Dat geeft mij heel veel hoop voor de toekomst. En ja, dat.